Hallo mensen, welkom bij Jan, uw beste psychiater Noah, naar een nieuwe aflevering van Grote Mannen, deel 22. Ik hoop dat we eens gaan niet kijken deze keer. Nu weet ik zeker, het is 22 of het is niets. Zoals je kunt zien, nieuw teampje. De heren en doelverdedigers zijn Koscielny en company. Rechtsachter Sabaleta, linksachter Felipe Luis. Middenvelder Rooney. En samen met Di Maria en Yaya Touré. Rechts voor Sanchez, Pitts, Aguero en links voor Hazard. Oké, dus ik zie je zo in de wedstrijd. Oké, 4-4-2, Remy en Valencia. Remy is echt goed. Links midden Jarvis, centraal verdedigd. Centraal middenveld zijn Ramsey en Fabregas. Rechts midden is William, rechts achter de Bushi, Theo Davis, Tongen en Mangala. Links achter weet ik niet, maar de keeper was in vorm Amanda. Ja, nee, oh, wow, wat een pak gebeurde daar nou weer. God, man, die duke is. Maar daar is Sanchez en die is erdoor. Kan hij scoren? Kan hij scoren? Hij kan het. Vreugdantje, ja, joepie. Hij ging gewoon helemaal zijn melk op die shit en hij ging alleen. Hij verliet groep. Got to make a joke about it. You know how it rolls. Vlaa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 a
see that was coming true. Hey! Moet niet proberen. Waarom heeft mijn kippen dan niet gepakt? Oh, wat een tackler. Oh, Sanchez. Wow, ja, dat was nice, hè. Dat was nice. En die tweede groep alleen, dat is echt zijn melk, hè, gewoon. En die gewoon de groep alleen. Die groep achter hem en ik dacht van, fuck it, ik score als op mijn eigen. Oh, gaan we direct van de kick-off scoren of wat? Huh? Denk van wel, ja. Van een kick-off dan ook. Ik pak gewoon direct de bal. Ik dacht, even rondlopen, rondschouwen. Schouwen gebruik ik nooit, maar ik doe het wel. Daar, 3-1, voilà. Dat hebben we ook weer gefixt. Ja man, dan wees kwaad. Wees kwaad. Kijk, hupske, dat is zo perfect mooi. En dan gewoon even rondlopen. Ja, hupske, in de korte hoekje. Gewonnen! Oké mensen, dit was de grote mannen deel 22. We zijn terug, Jan, eruit, terug, ja, nee. Mensen, bedankt voor het kijken. En ik zie je later. Joe!